de Rijndijk van Gaslos, dat is een project wat we opgestart zijn in het kader van de energietransitie. Uh, landelijk is afgesproken dat we in 2050 energie neutraal moeten zijn. En wij hebben de Rijndijk met elkaar aangewezen als wijk om daar als eerste mee aan de slag te gaan. En uh, dat waren voortvarende plannen. 2030, uh, wordt dat nog steeds gehaald ondanks de coronacrisis? Dat is natuurlijk nog even de vraag. We zijn er sowieso nog steeds met elkaar goed en hard mee bezig. Op dit moment is het wat meer achter de schermen. En wat er achter de schermen op dit moment plaatsvindt, is dat er in overleg met de klankbordgroep die samengesteld is, een aantal onderzoeken naar wat zijn de mogelijkheden voor uh, alternatieve warmtebronnen aan de Rijndijk uh, worden gedaan. En op het moment dat die onderzoeken bekend zijn, hopen we dat we daarmee ook weer mee naar buiten kunnen gaan en dat ook de coronacrisis weer wat meer uh, be bezworen is. Zodat we ook gewoon, zoals ik dat in ieder geval heel graag doe... het gesprek met de inwoners aangaan over de energietransitie. Ja, nou was uh, een van de opties uh, aansluiting vinden bij de warmterotonde. Er waren allerlei plannen om, uh, om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden te brengen. En die zouden dan via Heineken en Zoeterwoude uh, lopen. Uh, dat gaat nu niet door. Uh, kunnen we dan nog wel van gas los... Er zijn nog steeds plannen om de restwarmte via een warmtenet de kant van de Leidse regio en dus ook van zoetewouden op te krijgen. Wat er de afgelopen tijd in het nieuws gekomen is, is dat een van de varianten afgevallen is. Maar er vinden nog steeds gesprekken plaats over uh, andere varianten. Dus uh, een warmtenet is nog steeds een van de opties naast de andere opties die nu uh, onderzocht en besproken worden met de klankbordgroep. Wat is dat eigenlijk zo'n warmtenet? Hoe werkt dat? Het warmtenet, dat is een, een, ja, zeg, een dikke pijpleiding die vanuit Rotterdam komt en de restwarmte die in de Rotterdamse haven ontstaat, die komt dan via een pijpleiding deze kant op en die kan dan gebruikt worden als alternatief voor uh, aardgas. En daar kan je dan dus je huis mee verwarmen? En daar kun je dus je huis mee verwarmen, ja. Uh, het verwarmen van huizen dat kost ongeveer zo'n 1300 kuub gemiddeld per huishouden. En 80% van die, uh, uh, van, van die aardgas gaat dan ook nog eens een keer op aan de verwarming. Dus op het moment dat je daar een alternatieve bron voor hebt, maak je al een hele grote slag in het kader van CO2-neutraal worden. En daarom zou dan ook zo'n warmtenet daar een van de mooie opties voor zijn. Maar u stelt dus dat het maakt niet uit als het uh, niet via zoeterwoude Rijndijk binnenkomt, die warmte. Ook als het bijvoorbeeld via voorschoten naar Leiden komt, dan kan zoeterwoude er best nog op aansluiten. Dan zouden we daar best nog op kunnen aansluiten. Wat voor mij in ieder geval van belang is dat het gaat om een, uh, een, een net of een aansluiting die betaalbaar is, die Haalbaar is, wat draagvlak is voor bij de, bij de bevolking. Want we gaan natuurlijk niet zomaar iets aansluiten wat we niet gaan gebruiken. Dus vandaar dat ik ook juist de onderzoeken en de participatie aan de, uh, de, de Rijndijk heel erg van belang vind. Ja, er zijn al uh, een aantal uh, sessies geweest. Klopt. Wat is een beetje de algemene houding? Willen de Rijndijkers wel uh, gas los? Ik heb zelf een van de sessies heb ik uh, bijgewoond. En ik uh, werd eigenlijk. Uh, enthousiast over en de kennis en de ervaring die er uh, bij de mensen zit. Dus vanuit verschillende hoeken en wijken van de Rijndijk uh, zijn de, uh, mensen afgevaardigd. En ja, dat was eigenlijk een uh, ja, ja, meedenken op een mooie, positief kritische manier om te kijken hoe kunnen we samen een slag maken om energie-neutraal te gaan worden in de toekomst. Ja, nou is de aansluiting op zo'n warmtenet één van de opties. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je, je staat niet voor niks voor een uh, mooie windmolen. Uh, is dat realistisch om te denken dat er ook windmolens uh, langs de N11 bijvoorbeeld komen te staan en dat ze op die manier zoetewouder en dijk van gas loskomt? dat zou een optie kunnen zijn. Maar we hebben natuurlijk... en dan gaan we even wat breder. Uh, een warmtenet is een optie. Maar we hebben, tegelijkertijd hebben we ook wind hebben we nodig. We hebben zonne-energie nodig. Nou, we zien natuurlijk overal ook... dat er allerlei andere technieken uh, bekeken worden... dan wel al uh, onderzocht worden. Variërend van geothermie... dan wel uh, warmte uit, uh, uit water halen. Nou, noem ze allemaal maar op. Uh, biomassa wordt natuurlijk uh, ingezet. Nou, we hebben die hele combinatie van verschillende verschillende alternatieve energiebronnen zullen we nodig hebben om met elkaar van uh, de aardgas af te, uh, te kunnen en daarmee ook duurzamer te gaan worden. Nou, daar zullen ongetwijfeld zullen daar en of dat precies uh, bij de Rijndijk langs de N11 windmolens gaan worden, dat is nog maar de vraag. Zou best eens kunnen, maar die kunnen dus ook nog een bijdrage leveren om uh, duurzame energie te gaan krijgen in de woningen. Maar daar hebben we tegelijkertijd natuurlijk ook weer hele andere vraagstukken voor nodig. Wat dat is weer een belasting van het elektriciteitsnet. Ja. De Heineken die, die zit in de Rijndijk. En ik kan me zo voorstellen, als de haven heel veel restwarmte heeft. dat een grote bierbrouwer ook restwarmte heeft. Zijn ze zij eigenlijk nog speler in deze kwestie? En dan bedoel je de kwestie van het warmtenet? Ja, misschien, ik heb geen idee. maar misschien heeft de Heineken wel zoveel restwarmte. dat ze ook de hele Rijndijk zouden kunnen verwarmen. Dat zijn inderdaad ook opties waar Heineken en zelf naar aan het kijken is. En ja, waar we ook wel gesprekken met, met Heineken hebben over van wat de mogelijkheden voor de, voor de wijk zijn. Dus inderdaad, een van de spelers. En daarnaast hebben we natuurlijk nog het bedrijventerrein Grote Polder, waar ook nog een aantal grote bedrijven zitten. Die zouden ook nog een uh, rol kunnen spelen in uh, de verduurzaming van uh, de warmtevoorziening.